Hemelvaart 2022. Een prachtige dag met een beetje zon, een beetje wind en een beetje bootje varen vandaag. Frans Bus, we staan hier bij dezelfde rust. Wat gaat er gebeuren vandaag? Nou, we gaan een oude traditie in ere houden en dat is het kerkenpad. Dat werd vroeger vanuit het klooster door de paters gedaan. We werden met een roeiboot overgezet en die trokken dan Duitsland in en een stuk Limburg in om daar pastoors gaan te helpen en zo. Nou, toen het bootje weer zover was, opgeknapt, was zijn we ermee begonnen. Het is dit jaar weer de vijfde keer dat we dat doen. En we willen er eigenlijk vol blijven houden. We doen het 4 dagen, dus donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Ja, het hele hemelvaartsweekend, zeg maar. Hemelvaartsweekend, ja. Van 11 tot 5. Je kan hier lopend en met de fiets erop, zie ik. Ja. En dan? Je kan lopend de fiets, maar hier ligt een fietsroute. En die route die gaan dus hier de Maas over. Dan gaan ze in het midden laten de kerkjes open. Dan kunnen ze een stuk bos in. Dan fietsen ze naar Mook. En van Mook fietsen ze richting de nieuwe fietsbrug. Dan gaan ze daar over. Dan gaan ze Katwijk, kunnen ze naar de kerk en naar de grot. Van daaraf fietsen ze weer richting Kuik. Dan gaan ze naar de Beeldentuin, museum, kerk. Daarna fietsen ze door en dan komen ze bij de molen. Die is ook open. En dan fietsen ze weer terug naar hier. Diegene die terug wil, die gaat weer over als hij andersom gefietst is. Maar ze kunnen de route zowel van die kant af zo rond fietsen, als van deze kant af de andere kant rond. Dus we hebben die dubbele route uitgezet. Ja, dus het is echt een hele mooie route. Het is niet even op en neer varen en dat was het. Nee, maar daarom hebben we ook gekozen om zo te varen. Het was een probleem met hier oversteken. En dit is veel mooier voor de mensen. Zitten ze wat langer op de boot, krijgen een stukje van de Maas mee, je ziet daar de schepen voorbij komen. Ik denk dat wel, ja, de meeste zijn vinden het apart. Overvaren is altijd alleen maar recht oversteken, maar hier niet. Nog even kort, als mensen nog informatie willen hebben over de Zelderust, want het is toch een bijzonder bootje, waar kunnen ze terecht? Op www.voetveerzelderust.nl. Nou, duidelijk. Mogen wij ook een keer meevaren? Ja, zeker. Als je wil, kom maar mee. Nou, oké, okay. Gaan we doen. Dank u wel. Een keer mee. Ja. Thank you.
En dan denken we varen gewoon even met dezelfde rust van Sint-Agata naar Middelaar, even gauw op en neer. Maar zo is het helemaal niet. Want hier aangekomen, nou, blijkt een fantastisch leuk terrein te zijn bij het Middelaars Huis, als ik me niet vergis. En bij mij heb ik Esther en Ronald. En dit is jullie terrein waar we nu op zijn? Ja, klopt. Ja. Het ziet er hier heel feestelijk uit. Wat is hier allemaal te doen? Wat is hier allemaal te doen? We hebben die vier dagen toch een klein beetje, proberen we toch een klein beetje een invulling te geven voor de mensen die met het pontje komen en hier staan te wachten en denken van, hier is het ook leuk. Dus vandaag dus hebben we de Fanfare, muziekvereniging Middelaar is dat tegenwoordig. Die spelen hier tot 1 uur zo'n beetje. En dan hebben we nog een jeugdorkest, aanstormend talent. En dan hebben we nog een orkest van Divers. En dat is een beetje gemêleerd met van al die muzikanten. En dat is vandaag de bedoeling, ja. Ja. Dus. Nou, supergezellig ziet het eruit. Het klinkt leuk. Maar ik neem aan dat jullie normaal gesproken niet hier deze mooie tentoonstelling hebben en die kiosk hebben staan? Of? Nee, die kiosk die is speciaal voor vandaag neergezet. Dit is ook normaal niet. Maar verder is wel, proberen we het wel altijd zo netjes bij te houden. Ja. En kan je mij iets vertellen over dit huis? Want het heet het Middelaars Huis. Het heet eigenlijk het Middelaar Huis. Van vroeger uit. In Middelaar zeggen we Middelaars Huis. En dit heeft een beetje een historie. Het is vroeger een burcht geweest. Van allerlei veldslagen meegemaakt. En begin 1900 zo'n beetje is het eigenlijk een boerenbedrijf geworden. En tot op heden eigenlijk nog steeds. En nu is dat eigenlijk, vonden wij het wel heel mooi om daar weer met het pontje die verbinding weer te maken. Zeg maar. Ja, dat ziet er super leuk uit. Maar dat kost natuurlijk wel geld, neem ik aan. Want zo'n mooie oprit die hier is en bij het prachtige kunstwerk, daar heb je toch in moeten investeren dan? Nee, die oprit die was er al. Want hier gingen de koeien vandaar zo over de oprit naar de wei. Dus die was er al. Dus ja, daar hebben we gewoon zo intact gelaten. Ja. Kunstwerk wil ik wel iets over zeggen. Ja. Want het is nu het eerste lustrum. Maar voor het eerste jaar hadden we de Dorpen Derby, Sint-Agata, het pontje Zelderust gerestaureerd. Toen is eigenlijk het idee ontstaan, ook door de kruisheren, zeg maar, dat er moet iets extra's toegevoegd worden. En zo is eigenlijk dat kunstwerk ontstaan. Ja. En hier zie je hem in Middelaar, zeg maar. Staan. En in Sint-Agata staat hij dus in het spiegelbeeld. Ja. Ja. Heel het Hemelvaart 2022, wat het nu is, kunnen mensen met dezelfde rust heen en weer. Daarna is het dan weer afgelopen of gaan jullie nog vaker open op deze manier? Zouden we wel willen. Wie weet in de toekomst wel. Maar voor nu is het nu wel, dan is het weer afgelopen helaas. Ja. Okay. Ja. Nou, dan moeten we nu genieten dus. Ja, zeker. Dank jullie wel voor de tijd. Dankjewel. Ja, jullie ook bedankt. Jo. Goedemorgen allemaal. Waarom 5 uur wachten op Schiphol als je hier gewoon alles hebt wat je wil hebben? Lekkere koffie. Je kunt met de pont naar den kant. En ik moet dan zeggen, dat is onze kant. En deze kant is dan van jullie. Koffie, pont, lekker stukje muziek erbij. Tot vanmiddag een uurtje of 3. Ik wens jullie een hele prettige dag vandaag. Hopen dat het zonnetje blijft. U hebt kunnen luisteren naar het eerste nummer. En we gaan nu verder met het tweede nummer. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Omdat ik steeds ben blijven dromen. Dat ik ook zo ver zou kunnen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Natuurlijk zijn we de jaren.
samen onze eigen weg gegaan. Met anderen in ons hart en in ons huis. Maar nu ik je weer gevonden heb, laat ik je niet meer gaan. We komen allemaal uit en samen thuis. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Dat ik nog zoveel kleine dingen van je ken. Dat ik steeds ben blijven dromen, dat het op zich weer zou komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. Vanuit Middelaar, weer richting Sint Agatha en met mij veel mensen meer met fiets, wandelend en zo. En meneer, u gaat ook heen en weer? Heen en weer, ja. We gaan een wandeltocht lopen van 20 kilometer die uitgezet is. Dus we oefenen ook een klein beetje voor de Vierdaagse. Dus we gaan voor de 10e keer samen de Vierdaagse lopen. Ja. Wat sportief? Ja, heel sportief, ja. Ja. En waar bent u wel bekend hier? Ja, ik ben Middelaarse, ja. Ja. Ah, dus u weet precies waar u bent nu? Ik weet precies waar ik ben. Ja, vroeger was dit het pontje. Als je naar Boksmeer ging bijvoorbeeld, dan ging er hier het pontje over naar Sint Agatha. Dat was de kortste verbinding. Eigenlijk een klein eindje verder naar zuidelijk. Ja. Bij die andere, er is ook nog een oude veerstoep. Maar die wordt nog niet meer gebruikt, eigenlijk wel jammer. Maar ja, dat is een beetje een onenigheid bij de gemeente. En, ja. Maar daar hing dan een grote bel. En dan trok ze aan de bel. En dan kwam Jaap. En die kwam naar buiten en die zette je over. Ja. Ja. En u gaat vanuit hier nu, waar fietst u nu naartoe? Of wandelt u? Nee, wandelen. Door de vier dorpen, Sint Agatha, Kuik, Mook, Middelaar. En dan hebben we 20 kilometer gehad. Ja. Nou, een prachtige oefenwandeling zou ik zeggen. Nou, veel plezier, geniet ervan vandaag. Dankjewel, dat gaan we zeker doen. Ja. Oké. Okay.